Hij was niet fout, hij was goed en hij heeft dus gewoon alles gedaan voor het vaderland. Rapporten ontbreken, processen verbaal zijn er niet. Ja, we zijn hier dan, ja, dat weet niemand. En mag ik ze dus ook niet inkijken? Nee, helaas. Voor zelfs ik niet. Nee. Het is mijn vader. Hetgeen wat ik dus meegekregen heb, is dat mijn moeder altijd aan het vechten is geweest om erkenning te krijgen. 71 jaar geleden stond jouw vader op precies dezelfde plek, in deze gang. Ja, wat is uitschakelen in oorlogstijd? Kunt u zelf de antwoord op geven. En meer dan 70 jaar later is dat drama nog steeds zeer beladen. Zij hebben hier een commando samengesteld in allerijl met één opdracht, en dat heel erg hard, jouw vader te liquideren.